Goedemiddag allemaal, namens Keyfilm, Mill Street Films en Independent Films heet ik jullie allemaal van harte welkom bij de perspresentatie over de nieuwe Nederlandse speelfilm Soof. De film gaat over Soof, die getrouwd is, drie kinderen heeft, een klein cateringbedrijfje heeft en op een cateringklus een andere man leert kennen, Jim. Die introduceert haar in een hele andere wereld en zij krijgt daardoor ineens heel erg veel werk. Ik speel Soof en degene die... bij wie het allemaal gebeurt, zal ik maar zeggen. Casper, dat is de rol die ik speel, die is voornamelijk aan het werk. En alle ballen in de lucht moet houden met elkaar. Dus de kinderen naar sportschool, naar de gewone school. Dat je elkaar, voor je het weet, een beetje kwijtraakt. Omdat je alleen nog maar bezig bent dingen te halen. En het leven van alle dag. En dat daardoor de romantiek een beetje verdwijnt voor je het weet. En dat je dan het gevaar bestaat dat de ander iemand tegenkomt die... je ziet zoals je bent en voor je het weet raak je elkaar kwijt omdat je alleen maar aan het rennen bent en aan het vliegen. Dus dat vind ik mooi aan dit verhaal. Ja. Ja, ik speel Bob, dat is heel gek dat ze Bob heet. Tenminste, vind ik. Dat is niet een femme fatale, die vrouw die komt gewoon op het pad van Casper, gespeeld door Fetja. En dat huwelijk een beetje gek worden, want die vinden elkaar heel erg leuk. Maar ik ben er niet op uit om dat huwelijk stuk te maken. Dat is op dat moment al aan het rommelen. Dus ik ben niet degene waardoor het er misgaat. Nee. Soof die moet vooral heel veel. Die heeft niet zo heel veel tijd voor zichzelf. Die is heel hard aan het werk. En die is heel hard bezig om het moederschap te combineren met werken. En met het nog een beetje leuk te hebben. En met... een echtgenote te zijn en dat valt allemaal niet mee. It's a great script and a good story. I feel like it's something that a lot of people will relate to. You know, when you go through the whole movie, you see how, you know, people getting older and dealing with their kids and family life and ambition and work and everything. So I think it's something that a lot of people are going to relate to, and it's just going to be a really fun movie to watch.